Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Boven Nederland zien we wolkenvelden en daaruit valt op diverse plaatsen sneeuw. En door deze sneeuwbuien en door de eerder gevallen sneeuw van vannacht is het plaatsen zeer glad. Maar in de loop van de ochtend trekken de sneeuwbuien naar het zuidwesten weg en komen er vanuit het noordoosten steeds meer opklaringen en gaat de zon dus lekker schijnen. Ook vanmiddag geregeld zonneschijn en op de meeste plaatsen is het dan droog. De temperatuur loopt op naar 0 tot 2 graden en door een aantrekkende noordoostenwind wordt het een koude dag. De gevoelstemperatuur ligt ruim onder 0 vanmiddag. Vanavond gaat de echte temperatuur ook weer onder 0 komen. Het gaat overal vriezen en in de loop van de nacht wordt het zo min 1 tot min 5 graden. Er valt geen sneeuw meer. Morgen hebben we een stralend zonnige dag. Er is amper een wolkje aan de hemel, maar de noordoostenwind maakt het toch wel echt wel weer flink koud. De gevoelstemperatuur is middags min 3 tot min 6 graden. De thermometer geeft 0 tot 3 graden aan in de nacht naar zaterdag vriest het ook nog. Daarna draait de wind van noordoost naar noord, komen er wolkenvelden en gaat de temperatuur omhoog. Kan een druppeltje regen vallen? Dat geldt ook voor de zondag, maar het droge weer overheerst. Temperaturen lopen op tot rond 5 of 6 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl